Zijn jullie ook benieuwd wat je kan doen met de specifieke uitkering, toezicht en handhaving energiebesparingsplicht? De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft haar creativiteit hierop losgelaten en is gestart met het patatproject. De RVO is enthousiast en bracht ons een werkbezoek. Onder het genot van een patatje en een snack sprak de ODMH met vele ondernemers op het bedrijventerrein Gouwenpark in de gemeente Zuidplas. Ondernemers deelden hun ervaring over het onderwerp energie en de ODMH gaf advies over de veranderende wetgeving. In de toekomst bezoekt de ODMH meer bedrijventerreinen voor het uitdelen van patat en snacks en natuurlijk het geven van energieadvies. Volg jij ons voorbeeld of kom jij met een ander idee? Laat het ons weten!